We staan hier bij een volgende kandidaat voor Mr. Gay en Mr. Vlaanderen. Wat is juist van het jaar is Mr. Belgium zelfs, 2015. 16 ondertussen al, ja, maar ik ben een jaartje achter. Bij Adela Bejat. Abdella Bejat is de naam, ja. Ah, ja, voilà. En van waar komt u? Ja, ik ben van Gent. Van Gent, dus Oost-Vlaanderen. Wij zijn ook van Oost-Vlaanderen, weet je het weet. Er zijn maar twee kandidaten uit Oost-Vlaanderen. U bent er eentje bij en eentje van Uitleden heb ik daar juist ook al aan de lijn gehad. Waarom meedoen aan zo'n verkiezing als Mr. Gay Vlaanderen of Belgium? Omdat ik vooral wil opkomen voor de culturele wereld. Omdat het daar heel moeilijk is, zowel voor de Marokkaanse als de Turkse gemeenschap. En daarbuiten nog veel meer. U bent zelf Marokkaans of Turks? Zelf Marokkaans. En u hebt nog andere mensen rond u die zeggen van dat kan niet of zo, want ik denk wel bij Marokkaan is dat niet zo goedgekeurd, denk ik. Rond mij heen zelf heb ik niet echt het gevoel dat de mensen het niet accepteren. Omdat ik zelf veel vrienden heb die het zelf ook zijn, maar dan niet over hun vooruit komen. En met hier aan mee te doen wil ik daarvoor tonen van je kunt jezelf zijn, maakt niet uit hoe of wat. En de ouders, zijn die Belgen of zijn die Marokkaans? Of niet? Nee, beide ouders zijn Marokkaans. Maar en die, daar heb ik eigenlijk geen contact meer mee. Oké, ja. Want ik wou te vragen, accepteren die dat de zoon dan gay is? Maar ik denk, normaal gezien Marokkaans niet, denk ik. Nee. Familie, hebt u familie hier in België of niet? Alleen mijn moeder en mijn broers en zussen. Ja. En meedoen aan zo'n verkiezing vraagt heel wat inspanningen. Ook, je moet buiten komen. Vind je dat niet erg dat je foto dan in de kranten staat, terwijl je Marokkaans bent, terwijl iedereen toch wel weet van Marokkaans? Ik heb daar geen schrik voor. Ik heb zoiets van, nu is de tijd aangekomen dat het echt moet gebeuren. Bent u al lang uit de kast gekomen eigenlijk? Ja, al 2 jaar nu. Dus... Je hebt een vaste vriend? Nee, nog altijd alleen. Voilà, ik zou zeggen, bij deze. Ja. En aan zo'n verkiezing meedoen, is dat iets waar je jaren van droomt, aan een verkiezing meedoen zoals deze? Of een gewone verkiezing? Of zeg je van, eigenlijk is dat bij mij opgekomen van één dag op een andere? Of zeg je van, ik sta graag in de belangstelling als mannequin of als fotomodel of zo? Mijn eerste droom was vooral om model te worden. En dan modellenwedstrijden mee te doen. Maar met deze verkiezing dacht ik kan een meerwaarde bieden aan de gemeenschap. En de mens ook gewoon, in het algemeen. En ik vond dat meer waarde hebben dan een modellenwedstrijd. Ja. En ook iets in de bijvoorbeeld showbusiness of zoiets, presentator of zo, ligt u dat? Want u bent tamelijk vlot in spreken toch? Ja, sinds vorig jaar met mijn vakantie wat ik heb gedaan, had ik echt zo de kriebels te pakken om te zeggen van ik wil in de showbusiness gaan, maar ik weet ook dat het heel moeilijk is om er binnen te geraken. En als wat dan, zanger of entertainer of presentator? Of? Ik zou liever voor entertainer of als presentator gaan, maar dan met een doelgroep waar ik echt het amusement mee kan mee hebben. Dat is een hoop plezant ding uit, moet ik wel zeggen. Ja. Voilà, u kan ook vanaf nu stemmen bij u, bij OutTV, denk ik? Gratis. Gratis dan nog, ja. Dus eerst, eigenlijk zo'n verkiezing, kost dat veel geld om mogen mee te doen, of niet? Eigenlijk kost dat bij deze organisatie eigenlijk niets. Maar ik kan me voorstellen bij andere verkiezingen dat dat immens veel geld kost, omdat die andere organisaties geen VZW's zijn. Dus hier hebben we dan wel een voordeel in dat we er eigenlijk bijna niets moeten aan betalen. En mocht u nu Mr. Gay Belgium worden, 2016, wat zou de kandidaten kunnen meegeven of mensen kunnen meegeven om kandidaat te stellen tot hiertoe? Ik zou vooral willen meegeven aan de mensen die volgend jaar willen deelnemen, dat ze daar heel goed moeten over nadenken, maar ook moeten weten waarvoor dat ze willen staan en waar ze ook aan beginnen. Voilà, ik zou je heel veel succes willen toewensen, niet alleen om je doelstelling, maar ook natuurlijk voor je persoonlijk dan. Want ik denk dat dat toch wel heel veel tijd in beslag neemt om overal naartoe te gaan. Vanaf nu denk ik, want vanaf vandaag is de eerste... Morgen hebben we onze eerste volgende acte de persoons terug in Antwerpen. Voilà, heel veel succes en hopelijk tot heel binnenkort natuurlijk. Dank je wel.